And he is sponsored by the Sabina Flight Academy. And they provide ab initio aero. Wo haben hier noch Antrag ist nalle Daten abnehmen. Stock on now. Stock kann er das probieren. Dachten doch bevor wir samen nu den S beschrijven van Sabina. Voilà, hier komt hem. Pulling up voor een half loop. Stock on. En dan brengt hij. Half draai normaal in en dan push on. En dan draai gewoon push over, dus pushen. There is the shape of the S. S for Sabina Flight Academy. Go to their stand and you might be able to win a flight in this aeroplane if that would turn you on. Ik zal u gewoon genieten van het programma wat hij nu doet. Hij gaat een gedeelte van zijn wereldkampioenschapprogramma overvliegen. Want Gerrit gaat volgende week overvliegen naar de States en gaat deelnemen aan het wereldkampioenschap luchtacrobatie. Dus de eerste manoeuvres zijn een gedeelte van zijn programma dat hij moet voorstellen tijdens deze kampioenschappen. En dan het tweede gedeelte, hij noemt dat gewoon gyroscopic airshow figuren, dus gyroscopische figuren met deze extra 300. En heel speciaal, aangezien hij dus gesponsord wordt door de Sabina Flight Academy, ze hebben hier een stand, ik denk links van onze stand hier van het podium. Indien u geïnteresseerd bent om eventueel een vlucht mee te maken aan boord van deze 300L, wel, u moet daar een flyer invullen. Ik heb hier een voorbeeldje voor mij. U gaat gewoon een papiertje invullen. Er zijn geen vragen bij gesteld. Het is gewoon een loting. Vul een papiertje in. U brengt dat bij de Sabina Flight Academy stand. En wie weet, binnen enkele dagen of weken kan u dan een enige luchttocht krijgen aan boord van dit toestel, dit acrobatisch toestel, deze Walter Extra 300. What you're seeing now is part of Gerrit Nijs's sequence that he's going to use at the Advanced World Aerobatic Competition in Pendleton, Oregon in the United States. And in fact, he leaves for that competition tomorrow. So we're lucky to have him here with us today. This is a lift to tell you about well at koolstofvezel en glasvezel. Speciaal natuurlijk ook gebouwd voor luchtacrobatie, zeer sterk ook. Men kan natuurlijk G-kracht ondergaan van min 10 tot plus 10 maal de G. En je zal zien, al die manoeuvres worden zeer correct uitgevoerd. Dat is helemaal stipt, dat moet gemeten worden van de grond. Vervolg van het programma. One of the things you notice about the professional acrobatic pilot is how precise the maneuvers are. They're actually quite violent in the cockpit. You really have to slam the controls over to make the aircraft do exactly what you want and stop at exactly the right time. This aircraft can withstand plus or minus 23 G, which is rather more than the pilot can stand. Also be able to see if you're looking through binoculars, but do take care of the sun, by the way. There's some flicks on the top there from Gerrit. You may also be able to see the little wire sticking out at the back of the wingtips. There's our special aerobatic aeroplane to be a two-seater. That means that you will have the chance. Look at those upward flicks there. It's flicking up into the sun, and continuing to go into some kind of a speed control. Still rolling. Ja, dat is dus het gedeelte van zijn gyroscopic manoeuvres naar beneden. Dus het derde gedeelte van zijn show. Dus na de S heeft hij dan het officieel ook gedeelte van zijn officieel programma gezien. Waar u uiteindelijk de beweging hebben gezien zeer strikt uitgevoerd. Die is het rollen van stoppen telkens naar 90 graden, 180 graden. En er wordt nauwkeurig geweten van op de grond bekeken. En dan is het een uur in het, hij zegt het is gyroscopic airshow gedeelte van Gerrit Nijs. Very elegant, flattening spiral as he went up there, spiral coming down again. And you can tell from the slick looks of this aircraft, it's very streamlined, it's very clean in aerodynamic terms, very free of drag. And also it's got a symmetrical wing. Look at that tumbling maneuver there. Het lijkt een beetje ongecontroleerd, maar dit is natuurlijk altijd een zeer gecontroleerd manoeuvre dat hij uiteindelijk na elke rol, of een serie van rolls, u ziet,
dan blijft Gerrit nog altijd mooi opgeleid met onze startbal hier. Dus dat is natuurlijk de kwaliteit van dergelijke acropiloten die deelnemen aan wereldkampioenschappen. So I'm saying it has a symmetrical wing, which means that it flies equally well upside down or the right way up. In fact, comparing this aircraft to a normal aeroplane is a bit like comparing a Grand Prix racing car to a family saloon. Which reminds me that the German Grand Prix is on this afternoon. You're much better off here. Speed dropping to zero. And the aircraft dropping down out of the sky, a tail slide, going actually backwards into his own smoke. Nog voor de eerste dat ik al afgeven bij de Sabine Flight Academy die hier een stand hebben. Daar kan u natuurlijk genieten van, de eigen vlucht natuurlijk. De acrobatie, vluchtmanoeuvres zullen iets minder, veel eisend zijn, want natuurlijk, die niet gewend bent aan deze G-krachten, gaan van min 3, min 4, zelfs min 6 tot plus 8. Natuurlijk, de eerste vlucht zal heel een beetje rustiger zijn, maar toch, je kan toch genieten van dit luchtacrobatie. En die je wil genieten, natuurlijk, moet je zo een formuliertje invullen. En dan wordt dat bij de loting, kan je dan een vlucht winnen op deze Walter Extra 300. And as well as the Sabena Flight Academy, he does have other sponsors, Goodyear Aviation, who make tires for aeroplanes, Mecca Avionics, Aviation Radio and other stuff, and Interfont, who take care of all the publicity, photography, web design and printing stuff. Last pass coming up from Gerrit Nijs. Wij wensen natuurlijk het allerbeste volgende week. Dus we trekken namen morgen richting Oregon in de Verenigde Staten voor de wereldkampioenschappen. Een night pitch, dus een passage door op de zijkant van het toestel. Dan kunnen we de foto nemen aan de bovenkant. En dan voorbereiding tot landing.